Mooi iedereen. Jullie reageerden allemaal zoveel op al die video's, dus ik denk van, ik ga ze even de mooiste vraag beantwoorden. De meest gestelde vraag is denk ik toch wel, Sammo, waar kom jij weg? Waar kom jij vandaan? Ik zal het jullie vertellen, jongens. Ik kom uit Midwolda, daar ben ik geboren. Kijk, 0597, joh. Zijn er meer mensen 0597? Laat je horen, joh. Ben je wat is dit nou weer voor domme vroeg? Ik wou je vragen, kun je ook wat rustiger praten? Nee, meel. Ben je het Zwens? Oh, nee, ik ben een grunnige meel. Wil je ons broertje worden? Ik wil hem adopteren als broer. Nou, ik denk niet dat je dat moet willen, vriend. Bist u ook voor Grunnen FC? Haha, reken maar van yes, jongens. Zeg mijn nom even. Oké. Okay. Jeremy. Ooit in Appingedam geweest? Daam? Jazeker wel, meel. Ik ben EK-vriend. Oh, jongens, is het nou een keer kloor? Wie is er nou Europees kampioenschap vriend? Dat slaat er nergens op. Nou, dat was een vragenrondje met Sammo. Als je nog meer vragen hebt, hoor ik het graag. Bedankt, hè, mooi. Ik heb een kameraad, Mark. Hij is verhuisd van Groningen naar Julianadorp, want zijn vrouw komt daar weg. Dus ik dacht, ik ga Mark hem opzoeken. Even gewoon een paar pot bier met hem drinken, weet je wel? Omdat ze komen, moet ik over de afsluitdijk en dus ook door Friesland, wat al erg genoeg is. En dan begeeft mijn auto het, midden in Friesland, ergens bij de snelweg, ergens vlakbij Dron Rijp. Dus ik bel de ANWB. En dat duurde en dat duurde en dan komt op de duur komt een kerel aan en die zegt tegen mij... Bliks en piepen, er komt al een GRE onder de motorkap bij. Dat man we net ha. Kist ook hem gewoon Nederlands proort, Mel? Wat zei het? Ja, wat zegt u? Het is toch godverde ANWB, niet de AFWB. Doe even normaal. Even over die rel van gisteren. Hè. Ik vind het best als je mekaar de kop in wil slaan. Hè. Maar doe dat niet in de binnenstad, man. Dan gaat de hele binnenstad naar de kloot. Dat is ja zonde, man. Zoek gewoon een lege parkeerplaats ergens bij Karing. Of gewoon een platte laan op of zo in zo'n veld. Ga daar mekaar gewoon in mekaar staan ram. Als jullie dat mooi vinden om te doen, dan vind ik dat best. Dan heb je mijn zeker. Nou moet ik zeggen dat ik het wel heel veel gedoe vind. Of een oefenwedstrijdje die de volgende dag dan is. Ik snap ook niet waar die woede vandaan komt. Dus ik zat hem te denken. Hè. Wat nou als heel Duitsland eigenlijk hartstikke trots was dat Robben voetbalde bij een Duitse club. En Arjen Robben stopte toen met voetbal. En dat vond iedereen natuurlijk hartstikke jammer. In Duitsland. In later graag een Robben bij Groningen speelt. Misschien zijn ze daar hartstikke boos om. Misschien zijn ze wel zo boos dat elke keer als ze in Groningen komen, de Duitsers de boel kort en klein gaan slaan. Dan mogen we ons alvast wel even voor gaan bereiden op de bloemetjesmarkt. En mee op straat, leger op straat, er zijn al zoveel Duitsers mee, jong, daar word je eng van. Mooi jongens, ik mag graag een stukje zingen, dus ik dacht, laat ik hem een stukje in de stal willen zingen. Dat lijkt me wel heel mooi. Genoot, zo klonk het vrouwen in de stroten. Ik heb mooie dikke schuipenkop. Genoot. Als ik ze zou in kink naar loten. Ik neem een stuk er wat in aan. De tobel leeg op zwilkenkraan. En onder dat meek zal op. Ik zou hem nog rieden met zijn witte jaske. En op zijn kop een klep het vaal van o. En in de verte hoorde je allemaal belten. En ik noem moeke, hoorde zis genoot. Maar ik heb helaas niet meer tijd, maar in de stal is toch geweldig, man. Keer ik eenmaal op het internet te kijken naar het nieuws, kom ik op de website van Noord, staat het dit. De A7 richting de Friese grens heel erg dicht. Dat is toch helemaal goed nieuws, man. Alle Groningers die dachten om vandaag de Friese grens over te gaan, kunnen lekker in Groningen blijven vandaag. Top, man. Geniet ervan. Veel plezier. Er is een filter die laat zien op wie je lijkt. Ik weet ook niet hoe dit gaat. Het zijn allemaal dikke technologische ontwikkelings, maar laat maar eens even kijken. Hahaha, vet joh! Nou heb ik gehoord dat ze lachgas gaan verbieden in de stad. Wat vinden jullie daarvan? Ik heb het ooit één keer gedaan. Ik dacht, ik moet toch een keertje proberen waar de jeugd allemaal mee bezig is. Dus ik sta daar in de kroeg te hijsen naar zo'n ballon. Wordt me helemaal zwart voor de ogen. Dus ik klap met mijn bek tegen die gokkast aan. Lig ik knock-out op die plakkerige vloer van die kroeg. Allemaal bloed om me heen. Ik ben in paniek. Dikke bouwdel op me. Komt die bewaker eraan. Die slingert mij naar buiten. Lig ik op de grond van de Peperstraat. Politie erbij. Dikke drama. Denk ik bel Kevin. Die moet me maar even naar huis brengen. Volgende ochtend word ik wakker. Allemaal bloedende lakens. Anita helemaal over de zeik. Dus ik heb daarna nooit weer gedaan. Wel gelakken.